Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP die van allemaal. Vandaag in het pad met Wim en met de Camaro motor laten we gaan. Ik heb verder niks te melden. Zo, introotje wel. Ja, dat ging niet bijna. Ja, nee, wat ik wel te melden heb. Ik had jullie laatst namelijk, of laatst, ja, een tijdje terug, ging ik met de motor. En toen hadden we zoiets van, of toen had ik zoiets van, ja, die video is uiteindelijk, we kregen een melding van een moord, ergens daar zo. En de rest van de video zijn we bezig geweest met die moord. Dus eigenlijk niet echt met Camar werkzaamheden en ook niet echt verder met dat soort zaken. Of met überhaupt, ja wat ik zeg, Camar zaken of met de Camar überhaupt. Dus wij, ik had beloofd van dan ga ik binnenkort nog een keer op de motor. Dus bij deze. Jullie hebben natuurlijk laatst ook een video gezien waarmee ik roleplay Camar ging doen. Dus hopelijk hebben jullie daar ook wat van kunnen genieten. Daar had ik in ieder geval een auto, een Astra. Die Astra heb ik nu ook in game, niet precies dezelfde, wel een Astra. Maar ja goed, mogelijk dus dat, of nu nog even een videootje met de motor. Hex. Zo. En naar een beschonken piloot. En ook dat is niet toegestaan. Nou, we gaan dan maar even de weg volgen. Stop. Overigens staat stop. Maar zie je mij stoppen? Nee. Zeker niet. Mijn oranje hangt vast. Dus die sowieso. De blauwe het wel. Ja, die hebben we niet getest vandaag. Joh. We rijden weer als een maloot, maar dat kan met deze motoren. Dus kijken wat voor een vliegtuig we te maken hebben, welke taaltje we moeten gaan spreken. Hij moet wel inspannen natuurlijk. 1, 2. Nou, hij span hier. Oh ja, dat is. Ja, goed. Dat blazen. Middag schoten dames, er komt een 777 landen. Hallo, hebben jullie gebeld? Piem, landing je wel van... ik zie niet goed. Oh, ze zei iets. Ja, we maken ons zorgen om hem. Ik zeg, ik ga kijken. Ja, is goed, dankjewel. Of ja, het zal wel. Het komt daarop neer. Dag chef. Goeiedag schotel. Heeft u wel iets gedronken? Denk je serieus dat ik dronken ben? Nou ja, zo klinkt het wel, ja. Dus laten we even een blaastestje doen. Ik mag even blazen tot ik ze op zeg. Blazen, 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 blazen. Oh maar, ja, 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 ja. Hé, hey, blijf staan, joh gek. Dat is een F van fail, dat is een F van aanhouden. Of een A van aanhouden, ik weet het al niet. En drugs, jongen. Je bent helemaal gek geworden, jij. Staan blijven. Je bent aangehouden. Voor openbaar dronkenschap. Dat dus. En ja, kun je iemand aanhouden voor dronken zijn beroep uitvoeren? Ik weet het eigenlijk niet. Wanneer wat transportje vragen, ik ga maar even vier ondertussen. Ik kan niet instellen dat op het vliegveld Camar rijdt. Hij heeft een zakmes bij, verboden wapens, dus hoppakee. Ja, dat kan ik denk ik niet instellen tot hier alleen Camar rijdt. Ik kan een heleboel instellen, maar dat dus niet. Zieke Willigie, zag je dat pik? Zag je dat? Ja toch. Wij gaan door. Toerannetje wel. Wat is dat nou voor een maatschappij, joh? Dat ligt me op het puntje van mijn tong. Dus geloof ik ergens uit Azië. Cathay Pacific, ja. Ja, dat is Indonesië of zo. Asia World City, ja. Manslaughter at Davis. En dan moeten we snel zijn. Is dat diezelfde melding weer? Ja, dat is diezelfde melding weer. Of niet. Oh, crash. Maandag uit, we gaan gewoon verder alsof er niks aan de hand is. Zijn we weer.
Ja, de routes is natuurlijk van een melding die ik net wilde aannemen en toen die crashte, dus die negeren we, daar gaan we niet heen. We gaan nu gewoon hier wat rondrijden, eens kijken op de parkeerplaats of daar een verdachte voertuig is staan. Er staat bijna niks. Is natuurlijk logisch, het is coronatijd, dus waarom zou je op vakantie gaan? Ik ga vooral kijken of voertuigen of waar iemand in zit. Of voertuigen waar braakschade te zien is. Moeten we natuurlijk even een meldingje van maken dan. Voor nu lijkt er niemand in de voertuigen te zitten en dus ook niks aan het handje te zijn. Hier ook niks. Ja, het is geven en nemen natuurlijk in het verkeer. Nu heeft die taxi schade omdat hij aan de ene kant voorrang had. Aan de andere kant de bus was misschien de bocht al aan het maken en die kan de bocht niet zo soepel maken hier. En dan ja, dan Kona. Moet hij erin staan joh, what the fuck. Je ne sais pas, allemaal. Zit die bus nou raar te doen hier? Langzaam te rijden, of rijdt hij voor die bus? Nee. We have an assault in Grande Sonora Desert. Armored truck driver needed. Nou, vandaag is niet. Melding hebben we het nooit aangenomen. Hier is ook allemaal niks verdacht. Ja, zo maak je niet veel mee, hè, dag dames. Dus, kom maar op met die actie. A suspicious person in Los Santos International Airport. Nou, we rijden vol tegen het verkeer en ook. Nou, we krijgen in ieder geval nu een melding van een vliegtuigspotter die daar, of het lijkt een vliegtuigspotter te zijn, in ieder geval eentje die daar staat te spotten waar hij mag. Dus we gaan even het vliegveldterrein op en eens kijken of we die kunnen spreken. Verder niet echt hele hoge urgentie gewenst. Hij staat als het goed is nu niet op het vliegveld, want ze hadden wel prio 1 toestemming gekregen. Hij staat alleen achter een hek of zo. Ja, voor mij mag je als je er kunt komen, maar ik ken en de melding en de hek hier. En dan moet je toch echt met een boot komen. Dat is natuurlijk niet toegestaan. Lijkt mij. En dan ga je wel heel ver om je vliegtuigje te spotten. En sommige gebieden, ja, dan mag je gewoon niet komen, ook al staat er een hek omheen. Hier staat hij. Ik snap het wel, want het plekje hierachter geheime bronnen weet ik. Uit geheime bronnen weet ik dat het hek gewoon open is. Goedendag meneer. Wat ben je aan het doen hier vandaag? Ik ben gewoon het vliegtuig aan het spotten. Oké. Is dat een hobby of zo? Er is niks mis mee verder hoor. Maar we hebben gewoon een hoger, ja, het is een hoger gebied, een risicogebied zeg maar. Dus als mensen hier in het gebied komen, te dicht in dit gebied komen zeg maar, ja, dan trekken ze natuurlijk onze aandacht. Ik zie echter geen camera's bij en dat is niet altijd nodig natuurlijk. Je zit waarschijnlijk naar die 777 naar weer te kijken in een andere maatschappij. Anna, geen idee. We gaan even een identiteitsbewijs in ieder geval zien. Controleren hem wel, hè, want het is wel is een boefje die hier elke dag staat en iets is aan het plannen. Dus we controleren die even door OPS. Of laten we die even controleren door OPS. Verder niks aan de hand, niks in het systeem staan. Nou, oké, goed. Ik ga hem... zijn weg laten vervolgen.
Ga maar even, anders blijven meldingen krijgen. Ga maar even op een andere plek staan waar je vandaan bent gekomen. Ga die kant op en dan is het weer goed. Toch? Ja, ja. Vast wel. Nou. Boom, boom. Ik zag het gebeuren. Alsof ze uit de lucht vielen. Vicky. Wim to the rescue. Kut. Waar staat dat ding? Waar staat dat ding? Evacuate area, evacuate area. Nee, dat kan niet. Ah! Wim gaat dood, Wim gaat dood. Of toch niet? Ja, toch wel. Wim gaat dood, iedereen gaat dood. We gaan allemaal dood. Mensen, ren nu nog kan. Vlug nu nog kan. Mensen. Oh, dat is een vuurwapen, die moeten we niet hebben. Quick rap. Meekomen jij! Rennen! Ja, hoe laat ik dat die gas nou los? Ja. Wat verdomme. Oké, okay, dat is één. Oh, het vuur is uit. Dag chef. Zo, dus oké. Okay. Nu ik je toch heb, goeiedag. Hey. Voor mijn identiteitsbewijs. Hij wordt zo wel wakker. Ik vraag of er een ambulance is voor hem. Ambulance, backup needed in Los Santos International Airport. Oké, okay, goed. Dank u. Hey, nou, boom is ho en boom is dus ook blazen. Dat gaan we ook vandaag zeker even doen. Je wil nu meewerken? Oké, okay, dat is niet zo mooi. Ik ga jou sowieso ook nog vragen om drugstest af te nemen. Je blijft even staan, want ik zag je al wel weg willen lopen. Oké, okay, die is negatief. Nogmaals, ik ga je vragen blijven staan. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is of hij allemaal niet tegen mijn auto's wil oprijden. Of niet mijn auto's, maar tegen die twee auto's staan. Nou, ik ga nog één keer vragen om te blazen. Voldoe je daar niet aan, word je aangehouden. En hoe dan ook gaan we erachter komen of je hebt gezopen. Oké, okay, goed. Je bent bij deze dus aangehouden. Dat houdt dus ook in dat je meegaat naar het bureau. Gaan ze het hem nog eens vragen. Dan gaan ze nog een keer alle testjes met hem doen. En als hij dan ook niet meewerkt, dan krijgt hij gewoon de zwaarste straf. En dat is invordering rijbewijs. Voorgoed, denk ik. Weet ik niet zeker. Je gaat gefouilleerd worden, want ik ga niet zomaar iemand meegeven aan mijn collega's. Zonder dat ik weet wat hij allemaal bij zich heeft. Verder niks. Een beetje... Een zakje met bruin poeder. Dit is een nieuwe ambulance trouwens. Die kunnen jullie ook downloaden. GTA 5 mods, mooi ding man. Ik zou dan naar Mark Mods en Modding NL. Hoppakee. Oh, wat heb jij nou aan joh? Dutchman, fix it. Zijn. Dat is twee. En wij gaan onze beste ambulance mensen even begeleiden van het vliegveld af. Volgt u maar. Ze durven niet. Als je nooit komt met de ambu, moet je natuurlijk wel de uitweg vinden. Dus daarom helpen we ze even. Nou, oké. Okay. Alsjeblieft, hè. Dankjewel. Geen moeite. Goed zo, dag doorgooi. Nou, de laatste melding van vandaag. Wat gaat dat zijn? Wat gaat dat zijn? We kunnen nog heel lang wachten als we niet op de Z drukken. En dan zou je afvragen, is de Z dan een knop om melding in te spannen? Nee, want er kwam wel heel mooi op tijd op het moment dat ik op de Z drukte. De Z is een knop om
door het hek heen te rijden. Nee, om meldingen aan te zetten door beschikbaar zijn. Linksonder zie je dat. Anders kon ik heel lang wachten wat ik zeg. Weet je wel. Check. Wat ben je aan het doen, Wim? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2-0. Sierra Bravo Romeo 3. Voor de voor mij staat niet geregistreerd. Wat heb je nou gedaan? Ik weet niet, ja. Hallo, waarom ben je zo aan het trillen en zo? 2000, oké. Ja goed, een niet geregistreerd voertuig, als er wordt aangetroffen, dan moeten we die geloof ik gewoon meteen meenemen. Die mag niet verder rijden, dus hij kan wel... die kan geloof ik wel zeggen van ik laat het snel mogelijk maken, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb je iets gedronken of alcohol gebruikt? Sterk. Gedronken mag ik hopen, anders droog je uit, maar alcohol gebruikt of drugs gebruikt wil ik zeggen. Oké, we gaan even blazen. Ik neem voorgeschreven medicatie. Ja, dat kan. Oké, is ook niet zo erg. Drugs is in het Engels natuurlijk ook medicatie, of in ieder geval in het Amerikaanse. maar goed, je mag, als je weet dat je niet meer mag rijden, betekent dat niet dat je nog mag rijden. Ja, cocaïne lijkt me niet voorgeschreven, dus je bent bij deze ook aangehouden voor rijden onder invloed, omdraaien. Je bent niet de antwoord verplicht, een rechter, maar een raadsman kun je niet veroorloven. Krijg je er eentje toegewezen van het Openbaar Ministerie, als dat nog steeds zo is. Ik ga je fouilleren, ik wil niet dat we scherpe dingen aantreffen of iets die mij of mijn collega's kan verwonden. Dat is niet het geval. Transport je deze kant op. Takelwagen deze kant op. En het verkeer weer vrijgeven. Ook al heb ik die nooit afgesloten, ze mogen gewoon verder rijden van mij. Rijd dan! Oh, ja. Nou, we gaan hier alvast weg, dan gaat alles en iedereen hopelijk weer rijden. We gaan even een melding pakken. Davis. Laatste melding, niet echt in ons gebied, maar we zijn toevallig het dichtstbijzijnde eenheid. Zoals je nu zag, hè, ik pakte net dan per ongeluk echt 5 seconden terug een stoeprandje. Maar in het echt kan je dat gewoon helemaal killen, hè? Net zoals hier weer. Je knalt erop, je band vliegt weg en je bent klaar. Met een motor dan. Met een auto is het ook niet heel goed voor je auto. Maar die kan wat meer hebben natuurlijk. Motor is trouwens gemaakt door Team MH. Marco geloof ik. De shout-out naar hun. Ik kreeg 2 meldingen hier in dit gebied. Eentje is hier. En de andere was die moord. The Witness. Iemand die naar me staat te zwaaien. Dag mevrouw. Heeft u iets gezien toevallig? Nee, dat is verder. Het is hier. Je weet natuurlijk niet of je in de ene cirkel of de andere cirkel moet zijn. Ik meen dat de andere cirkel van die moord was. We gaan er toch even snel kijken. Ja, toch wel. Hallo. Hallo meneer. Ik ben nu de melder. Ja, ga je nu zeggen, ja zeker ben ik de melder. Blijven trekken. Ja, ik zag een meisje met een wapen lopen hier in de buurt. Heb je wat meer informatie over haar?
Ik denk dat ze geestelijk niet helemaal in orde is. Dat is het enige wat ik weet. Nou, sterke beschrijving, Pik. Goed, wij gaan op zoek. Blijf jij absoluut even binnen nu. Oké, okay, ben voorzichtig. Agent altijd, Pik. Met Wim kun je niet fucken, hè. Suspect black scene on Grove Street. Heb ik mijn Glock? Ja, dat is niet mijn Glock. Ik wil mijn Glock hebben. Die vertrouw ik toch wat meer dan mijn huidige wapen. Dus we gaan even remove current weapon. Combat pistol. Oké, man. Lekker man. Is dit mijn Glockje? Dit is mijn Glockje. Oké, let's go. Mental disorder met een vuurwapen. Hoe moeilijk kan het te vinden zijn? Heel veel mensen hier wel. Ik heb het er al gespot recht voor me. Je ziet het gewoon. Ja, vuurwapen gespot. Een C-eenheid erbij. Backup needed on, twee eenheden erbij. Graag een Zulu mee. Voor de zekerheid. Dat kan natuurlijk weer niet. We gaan nog even wachten. Het lijkt niet dat ze mij heeft gezien. Ik wacht tot ze twee personen voorbij zijn. Dan gaan we naderen. Het gaat helemaal fout, boys. Ik zeg het jullie nu alvast. Mevrouw, staan blijven. Hey, vuurwapen. Oeh, dat is... automatisch vuurwapen. Die zou je niet aankomen. Gebied veilig. Collega's komen naderen. Blijf even wachten. Onder schot houden tot collega's close zijn. Zijn ze close? Ja, ze zijn close. Boys, we gaan naderen. Ik ben echt vol in mijn borst geschoten. Op mijn hart. Ja, waar mijn hart bijna zit. Wapens bergen. Dag chef. Ik wil ambulance te plaatsen natuurlijk hebben. Ambulance is zowel voor mij als voor mevrouw. You betcha. Thanks. Wat de blieft. Even traffic stoppen trouwens. Je hebt veel meer mogelijkheden. Disable realistic weapon system. Wat is dat dan? Wat is dat houden? Als we een gekke hond of zo hebben, of een kat of zo'n puma, kunnen we request animal control doen. Nou, mijn vrouw is overleden, dat snap ik ook wel, want... ik schoot geloof ik twee keer. Eén schot was... Eén schot was in... ergens in ieder geval waardoor zij viel. En het volgende schot was zeg maar... in de hoofd. Oké. Wij gaan... hoe heet dat? Coroner vragen. Niet corona, maar coroner. Ja. En dan kunnen wij... de video gaan afsluiten denk ik zo, hè. Wij gaan dit allemaal netjes laten afronden. Ik ga jullie nu in ieder geval al bedanken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Dan sla je met dood. Zeg ik in de vorige video ook. Nou, bij deze, jullie zien het wel. Tot dan. De groetjes thuis. Dag. Doei.